Hoe begin je zo'n video? Ja, toch maar even een filmpje gekeken van Forum van Democratie van die Van Hagen. Lijkt wel of dat een van de nieuwste is of zo. En, voorzitter, angst is een hele slechte raadgever. Eigenlijk is hij gewoon aan het vertellen wat. Ja, waar de wakker een jaar geleden al zaten. Je moet toch afvragen, hoe zijn hun daar gekomen tot dit in één keer? Zullen hun ook allemaal conspiracy dingen gekeken hebben? Mag waarheid zijn, hoeft niet. En hebben ze daarna Pizzagate gekeken. Ja, uiteindelijk niemand ging Pizzagate kijken, maar. Ja, toen had je toch al in één keer een lange Frans met kamervragen en de hele Demmingzaak. En werd een beetje gekoppeld aan Pizzagate. Dus zal hij toen ook Pizzagate zijn gaan kijken? Toen begon natuurlijk. Ik weet niet of hij dan de Jeanette Hosselbaert, of hij dat meteen gezien had of dat hij eerst door Q aangeraakt was. Beetje in de goede volgorde, zeg maar. Daarna gewoon de herhaling van de hele Q. En van de hele Pizzagate, samenvatting van Jeanette kijken, dat hij daarom allemaal snapt. Nou, ik denk, hij snapt het, maar. Volgens mij was Forum voor Democratie, die wouden toen het allemaal net begon, wou het kabinet de basisscholen voor de kinderen openhouden. Maar toen was volgens mij Forum voor Democratie, Geert Wilders, die wouden echt de basisscholen dicht, levensgevaarlijk. Later dat vraagt Forum voor Democratie spoeddebat aan. Want dit zijn echt serieuze dingen. Het corona is levensgevaarlijk. De overheid neemt het niet serieus. Weet je dat het meedraaien alleen maar niet met de overheid eens zijn? Dus je het niet met de overheid eens bent, dus alles is dan averechts of zo. Ophouden. Het is wel erg makkelijk om al die dingen, maar dit is gewoon hoe ze Trump hebben grootgemaakt. Mensen die daarna keken, die gingen ook Trump. Ik dacht eerst ook, misschien is het gewoon Trumpse campagne of zo. Maar het is een. Kijk wat er allemaal gebeurd is, welke veranderingen wereldwijd zijn gebeurd omdat Trump aan de macht kwam. Dat was niet gebeurd wanneer het volk het allemaal zogenaamd met Hillary en de echte dingen. Die dingen waren nooit gebeurd, maar ze wouden dat het gebeurde, dus ze hebben het gedaan. En nu, al die mensen in de laatste election, dachten toch wel mensen dat Trump ging winnen. De pedo's opgepakt gingen worden. Hij is niet gewonnen, maar de veranderingen die zijn gelukt. En dat ze ook een paar gekke veranderingen hebben gedaan, dat reizen ze nu gewoon terug. En nou in Nederland. Iedereen gaat nou dan op hun stemmen, want hun zijn de enigen die niet in corona geloven. Wat een wereldwijd iets afspeelt, is anders de hele wereld vrij, behalve Nederland niet. Nou, voor mij is het allemaal dat ik denk, als je wakker aan het worden bent, maar niet ziet hoe Forum van Democratie van links naar rechts gegaan. En nu gewoon met de wappies meegaat of zo. En ook al is het echt 80%. Ik heb gewoon zoiets van, ik heb wel onthouden waar Forum voor Democratie nog meer voor staat en dingen die hij deelt. Zoals heel lang geleden, tijd terug, dat hij een bericht of een tweet doorgedeeld had dat een meid was lastiggevallen door een Marokkaanse man, wat later gewoon die conducteur bleek te zijn. Ja, mensen die vergeten dingen. Zijn alleen maar met dat.
drama en al die poppenkast bezig. Ga mee met de hypes en met de emoties en al die dingen. Waar staat Forum voor Democratie allemaal voor? Als je gewoon even wegdenkt, nu met de corona en die dingen. Wat willen ze nog meer? Hoeveel mensen zullen daar al die voor Forum Democratie gaan vanwege de corona? Hoeveel zullen er daarvan een uitkering hebben? En dan ga je Forum voor Democratie stemmen. Stem dan gewoon op weet ik veel wat. Er zijn een paar. Als je voor wiet bent of zo, dat wiet gelegaliseerd wordt, kan je daarop stemmen. En als je iets met dieren, ga je voor dierenpartij of weet ik het allemaal. Ik heb mijn stempas hier al. En ik mag niet eens naar binnen toe. Want je moet een mondkap hebben, al wil je stemmen. Dus, en op wie moet ik stemmen dan? Oh! Ja, soms is mijn hogere zelf die niet de dingen. Ik ben gewoon aan het praten en ondertussen begint hij gewoon met scheuren. Omdat hij gewoon weet, kom op, dit is zo zieloos. Ze gaan van links naar rechts. Het volk, dat gaat maar mee. Maar oh, wat is iedereen wakker. En als niemand wakker is, wat voor nut hebben dan om te stemmen? Niks. Dus ga ik niet stemmen ook, heel simpel.